Geboren en getogen in Maastricht. Ik ben een Maastrichtenaar, maar ik voel me eigenlijk door de muziek eigenlijk een wereldburger, omdat de muziek je over de hele wereld brengt en je ook met andere culturen laat kennismaken. Maar goed, in Limburg liggen wel mijn roots en daar ben ik ook trots op. Er stond een accordeon bij mijn ouders thuis. Mijn vader was daar helemaal gek van accordeon. En die had zo'n instrumentje van mij bewaard. En op een dag heb ik het op mijn schoot gezet en ben ik begonnen met de linkerhand uitproberen. En de accordeon heeft een mooie eigenschap. Als je links een knop indrukt, dan hoor je een akkoord. Dus dat klinkt dan meteen heel erg leuk. En ik ben daarmee gaan spelen. En vervolgens ging ik dan op les. En vervolgens gingen mijn ouders dan met mij samen bij een accordeonvereniging. En in die accordeonvereniging zaten alle oudgaarde, alle oude accordeonisten van Maastricht, die zaten daarin. Dus dat hele cultuurtje was daar. En daar ben ik eigenlijk tussen opgegroeid. En daar zijn eigenlijk ook mijn oren beginnen te... Die werden daar getraind. Heel veel van die accordeonisten uit Maastricht, dat waren kopspelers. Dus die waren gewend om gewoon zelf te improviseren. Een akkoordje erbij, daar een likje erbij. En dat was dan misschien meer in de Musette-sfeer of in de Maastrichtse walsjesfeer of marsensfeer. Maar dat improviseren was daar toen al. Dus dat begon daar. En ik denk 1-2 jaar later, toen ben ik serieus les gaan krijgen van Hubert Kikke. En dat was een man van het conservatorium. En toen werd het wel echt gewoon serieus noten lezen en vingerzetting. Maar vanaf dat moment ben ik het eigenlijk allebei blijven doen. Dus de oren waren er en het lezen was er. De klassieke manier. Dat ben ik altijd zo blijven doen. Even de Franse accordeonisten als voorbeeld te nemen. Die spelen een musette niet zoals die papier staat. Iedereen heeft daar zijn eigen variatie bij. En dat maakt het zo leuk. En dat had ik dus ook al. Dus daar is die improvisatie begonnen. Ja, dan hoor je een plaat van Johnny Meijer. Dan hoor je een plaat van Harry Mote. Daarna 10 jaar bij het Malander Orkest gezeten. Dan is tango, ook met bladmuziek. Maar ook daar waren vrije momenten waar je kon improviseren. Daarna 5 jaar gezeten bij Wir sind Spitze. Dus dat is de Oktoberfest richting op. Ook daar was het eigenlijk één al improviseren. Mijn basloopjes, want ik was ook de bassist met mijn digitale accordeon, waren nooit hetzelfde. Wat ik rechts deed was nooit hetzelfde. Dus ook daar was improvisatie. Heel veel mensen vinden improviseren heel akelig. Drijfzand. Het geeft je vrijheid in de muziek. Het geeft je de mogelijkheid om zelf iets te bedenken, om je eigen muzikale stempel te bedenken. Je kunt out of the box gaan denken. Je merkt dat er meer is, dan alleen die nootjes die op dat bladmuziek staan. Dus ik denk als je... Met bladmuziek, daar kun je natuurlijk heel veel mee doen. Hè? Daar kun je heel veel inhoud in geven. Maar als je merkt dat je dan buiten bladmuziek, dat er nog eens een hele wereld open gaat. Nou, dat lijkt me fantastisch. Tenminste, ik vind dat fantastisch. Dat het nooit hetzelfde is. Dat je gewoon variëren. Ik word daar blij van. Ja, eigenlijk is het voor mij allemaal een beetje een kopje jazz. Alleen, men wil het graag altijd in een hokje hebben. Dus ja, dan zit ik dan nu misschien officieel in de gypsy jazz. Per toeval ging Paulus Schaefer met zijn trio, die had hier een optreden in Maastricht, Hotel de L'Empereur. En ik had gevraagd of ik mocht komen.
of ik mocht meespelen. En dat was goed, dus ik ben daar naartoe gegaan. En we hadden elkaar nog nooit ontmoet, nog nooit gesproken. En we hebben toen ergens in een hokje achter hebben gezeten en hebben eigenlijk opgeschreven wat we gingen spelen. We hebben niet geoefend. En toen bij L'Empereur, daar zijn we begonnen. Het was in één keer gewoon klik. Ik had iets van, ja, dit is het. En bij Paulus was dat hetzelfde. Het was gewoon een muzikale vriendschap. Ja, en vanaf dat moment, ja, dan ga je een keer op het kampje in Nuenen repeteren. Je leert de mensen kennen, je leert de familie kennen. En op een gegeven moment dan, als ik er nu naartoe ga, dan... Hoi, je bent daar thuis en het voelt heel fijn. En als wij muziek zijn aan het maken, als we wel eens repeteren buiten, sorry, ja, dan komt iedereen kijken vanuit zijn wagen. Ja, fantastisch. Over de hele wereld zijn echt gewoon jungle liefhebbers en over de hele wereld zijn Jungle Reinhardt festivals. Je kunt geen land bedenken of het is er. En het is ontzettend hip en in die zin hip dat je heel veel muzikanten nu hebt die Jungle Reinhardt stijl ook uitbouwen naar het stijltje van nu. Trek de lijn door een beetje naar Karel Emerald of zo. Daar zit een beetje de... Dat is Django style voor mij, maar dan in een hip jasje. En oudbollig of in de jaren 40, 50 kan ik het echt niet noemen. Ik heb het ook nooit zo gevoeld. Mm-hmm. Omdat ik zie hoe gek mensen ervan zijn. Hoe graag ze het willen spelen, hoe graag ze het willen leren. Hoe zeker nu in de coronatijd iedereen graag online les wil of ja, het leeft echt. Het is een levenswijze die overal op de wereld gewoon heel graag bestudeerd wordt.